Jeffrey Talan wordt met ingang van komend seizoen hoofdopleidingen van SC Heerenveen. De oudspeler volgt Hans Schrijver op en is blij met de nieuwe uitdaging. Ja, zeker blij. Trots natuurlijk om voor deze club de jeugd te mogen leiden en weer richting een goede visie te gaan om talenten door te ontwikkelen. Ja, wat is jouw visie? Ja, ik had het een beetje aangegeven. Kijk, ik hoop straks dat er natuurlijk heel veel jeugdspelers hier in het eerste staan. En nou ja, dit is een mooie uitdaging om zoveel mogelijk hier in het eerste te krijgen. Dus. Wat betekent dat voor jou? Dat je trainingspak inruilt voor een normaal pak? Nee, dat niet. Nee, ik zal ook op het veld staan. Hè. Met name in talententrainingen doe ik mee. Ik kijk bij de jeugdtrainers op de velden mee. Dus overal ook het toezicht houden. Heb je dit altijd al geambieerd? Nee, niet echt dat ik dit ambieerde. Hè. Ik was jeugdtrainer en ik had wel zoiets van ik wil richting het eerste assistenttrainer worden. Ja, gewoon wel spelers beter maken. Dat is wel iets waar ik... Ja, waar mijn hart ligt. Nou ja, dat ga ik nog steeds doen door op het veld te staan. En, maar ik had wel zoiets van, naarmate je ouder wordt, dan misschien is hoofdjeugdopleidingen wel iets voor mij. Dus ik was er wel in mijn hoofd al mee bezig, maar nog niet op korte termijn. Komt er weer veel talent aan? Nou ja, we hebben wel talentvolle jongens in onze jeugd, vind ik. En het is altijd maar afwachten hoe ver ze komen natuurlijk. Maar wij hebben wel een aantal spelers waarvan wij denken dat die dicht of bij ons eerste gaan komen. Want we hebben de afgelopen tijd veel spelers gesproken die hebben gezegd van nou, hadden we vroeger maar wat beter geluisterd naar onze trainers. Kun je dat voorstellen dat sommige jongens misschien wel te snel willen? Ja, nou ja, dat is zo. Dat is een gegeven natuurlijk. Als je jong bent wil je graag en wil je snel. Alleen de kunst is om ja, soms wat geduldiger te zijn. Want ja, soms krijg je een kans. Ik kan bijvoorbeeld bij ons Narsing herinneren. Die maakte op zijn debuut als A-junior. Maar heeft daarna 2 jaar moeten wachten voordat hij zijn volgende wedstrijd speelde. En die had gelukkig het geduld om niet te snel te willen. Maar ja, stapje voor stapje beter te worden. En uiteindelijk nou ja, heeft hij toch een heel aardig niveau op dit moment. Advies voor de jeugdspelers. Goed luisteren naar Talan en de trainers. Ja, met name naar de trainers, want die zullen het moeten doen. En ik heb daarboven de toezicht en moet een beetje de visie neerleggen.